is erin! Yes. We staan gewoon op de bodem van de zee, jongens. Op de bodem van de Waddenzee! We gaan wandelen naar Schiermonnikoog, of zoals ze hier zeggen, naar Schier. En weten jullie dat Schiermonnikoog als laatste bevrijd is van heel Nederland? Op 5 mei 1945 is heel Nederland bevrijd, behalve Schiermonnikoog. En pas op 11 juni 1945 zijn de Canadezen hebben toen Schiermonnikoog bevrijd. Dus zullen we eens gaan kijken? Ja! We moeten wel door het water, jongens. Oh, ik had het natte wel verwacht, maar niet die hele gleuven. Die waren wel echt heel diep soms. Die geulen die kwamen dus, soms kwamen dus echt tot hier zo. Ik had echt soms dat ik gewoon mijn tas en alles omhoog moest houden. Wie er weer zit? Zeehondgeluiden! Ik had het dus nog nooit gedaan. Na al die poepjes van die pieren, want er waren er heel veel. Het was toch wel zo'n lange 10 kilometer of zo. Dus het werd op een gegeven moment wel heel zwaar en die poep zag je overal. Dus dat vond ik wel wat vies. Maar ik vond het echt heel leuk en gezellig. Daar is het V-team! Hier is het V-team! Ik ben wel oud, maar ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt. Maar voor de rest ben ik hier geboren en getogen, ja, opgegroeid en alles. Dus ik heb eigenlijk de verhalen van de oorlog net zo meegekregen als jullie nu ook. Hier zijn in de Tweede Wereldoorlog bommen gevallen, op dit stuk. Daar zijn ook mensen bij omgekomen. Er woonden toen zo'n 600 mensen, dus dat is niet veel. Maar er waren tussen de 600 en 1000 Duitse soldaten. Allemaal verschillende onderdelen die er zaten. En die hadden eigenlijk niks met de oorlog. Dus hier had je een verhouding. Als jullie ons met rust laten, laten wij jullie met rust. Dus hier heel veel eilanders hadden veel meer contact over en weer met de Duitsers. En dat is totaal anders als in Amsterdam of waar dan ook. De mooie dingen wil je graag delen. En ook oorlogsverhalen zijn vaak niet mooi, maar je wilt ze wel delen. Hier is dus ook een bom gevallen. Dit huis was er niet meer, dat huis was er niet meer en het huis dat erachter stond was er ook niet meer. Voor die verhalen van de oorlog had ik niet verwacht dat het in Schiermonnikoog zo heel anders zou zijn dan Nederland zelf. Ik wist ook helemaal niet dat het gewoon later bevrijd was. Ik dacht tenminste alles dat het ook gewoon op 5 mei was gebeurd en alles. Ik vond het zo bijzonder dat ze hier bijna bevriend waren met de Duitsers eigenlijk. Dat ze gewoon de oorlog op een heel ander soort manier ook hebben meegemaakt. Ondanks dat er zoveel Duitsers waren, waren hier ook onderduikers. Julke die heeft dus de laatste jaar van de oorlog daar gewoond. Zij ging ook gewoon naar school, dus ze kon gewoon vrijer rondlopen eigenlijk. En wat heel gek is, de Duitsers wisten dat zij een onderduikster was. Dit is dus zo'n plaats waar een kanon gestaan heeft. Vanaf hier werden dus gewoon op die vliegtuigen geschoten. En als je nagaat van Texel tot aan Helgeland, daar liggen meer dan 300 geallieerde vliegtuigen. Dus wat gebeurde dan? Door de wind spoelde hij aan en werd je op het strand gevonden en dan werd je begraven hier op het Vredenhof. En daar liggen de mensen van alle nationaliteiten die eigenlijk hier aangespoeld zijn. En dat is wel heel vreemd, want normaal gesproken liggen de Duitsers bij de Duitsers, Canadezen bij de Canadezen, Engelsen bij Engelsen en Amerikanen bij Amerikanen. Ik kende al die verhalen helemaal niet en ik dacht gewoon dat het hetzelfde was als in de rest van Nederland. Maar hier zijn toch echt wel hele andere verhalen. Ik vind het ook mooi dat het ook een keer van het ander, van het Schiermonnikoog is en niet alleen aan wal, zoals iemand het zei. Het is gewoon ook het rest van het Nederland het verhaal horen. Nee, we gaan niet een museum in. Dit is een munitiebunker. Deze lag vol met 10,5 granaten. Hoeveel bunkers zijn er eigenlijk? Er zijn nu nog ongeveer een kleine 70 bunkers ongeveer. Als je nagaat in Nederland, de hele kust van Nederland zit gewoon vol met bunkers. Zelfs de boulevard van Scheveningen is één grote bunker. Maar is Schiermonnikoog dan ook zo'n beetje stil? 4 mei hebben wij wel doden herdenken, maar wij vieren de bevrijdingsfeest eigenlijk officieel op 11 juni. En dus dat is anders dan aan de wal. Waarom was Schiermonnikoog dan pas op 11 juni bevrijd? De Canadezen wilden zo snel mogelijk Nederland bevrijden.
Dus ze hebben eigenlijk de eilanden eerst gewoon laten liggen. En die zijn pas eigenlijk, dan hebben die Duitsers zich overgegeven en teruggegaan. Of ze zijn door de Canadezen opgehaald. Wij herdenken en je moet weten waarom je herdenkt. Daardoor zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog en over onderduikers en al die dingen meer, bombardementen en zoiets, om gewoon ook mee te geven waarom je herdenkt. Want wij hebben een groot erfgoed dat wij vrij zijn. Hebben we zin in kampvuur? Ja! Yeah! Hey, dat dacht ik al.